And sense was the link between darkness and light. He was gay. He was gray. Ik las alles. Hij was gay. But Clara Mia, one day decided to get rid of sense once and for all. Ik las het als sense was gay. Luister naar die serene stilte. En voeg een metronoom toe. Tik, 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 tik. Super relaxend. Hier kan je echt prachtig op mediteren. En dan ga ik nu verpesten! Hallo mensen, mijn naam is de Bad Luigi. Welkom bij een hele nieuwe aflevering van Friend Boom! Deze aflevering gaan wij proberen de schoenen van die gekke... wat was het ook weer? Het was een beest. Het was een ding. Het was een springkaan, dat was het. Wat we dus moeten doen... Eens, ik heb een beetje zitten kijken. En er is dus een bepaald probleem. Met deze hele puzzel. Kijk, wat de vorige aflevering deed met dit ding super snel aan het gaan. Dat is de oplossing. Alleen is het een bepaald probleem. Als je dit doet. Dan resetten deze motherfuckers het tempo. Dus wat je moet doen. Is. Hier, kijk, als je nu weer terug gaat. Dan is het opeens weer zo raar. Dus wat je moet doen. Is dit. Dan heel snel naar deze tijd gaan. Voordat ze de kans hadden. Om het tempo te versnellen. En dan, als het goed is, zou die opeens supersnel moeten spelen. Of niet? Oh, nou werkt het opeens wel. Dit is een probleem wat ik heb met deze game. Dat soms sommige antwoorden van deze puzzels echt heel raar zijn. En soms echt een beetje zijn van... what the fuck, maar ik heb het juiste antwoord. Maar ik doe het niet op de juiste volgorde. Of ik doe het niet op de juiste manier. Of wat dan ook. Is minder. Even kijken, hoe ga ik hier ook weer weg? Zo, op deze manier. Weet je, ik bedoel... Ik vind deze game super leuk. Het is een hele leuke serie om te doen. Helaas kijkt zowat niemand deze hele serie. Maar ik vind het alsnog heel erg leuk om op te nemen. Het is nu al een tijdje niet online gekomen. Maar ik vind het wel heel leuk om te spelen. Echt, daadwerkelijk waar. Echt waar, ik zweer het. Alleen... Ja, het is ook wel een beetje een deel van point-and-click adventure games. Dat ze puzzels hebben die soms echt gewoon nergens op slaan. We gaan deze eventjes op hem gooien. Dat je puzzels hebt die echt gewoon nergens op slaan. En dat sommige antwoorden gewoon eigenlijk heel duidelijk zijn. En dat je het antwoord ook daadwerkelijk hebt. Maar dat vervolgens je het antwoord op een andere verkeerde manier doet. Dat het dan niet werkt. Maar dat maakt niet uit. Ga niet zeker. We gaan gewoon lekker verder. En we zijn nu weer bij het laatste onderdeel van deze puzzel. En namelijk de zwarte veer. Oeh. Relax one. Yeah. I recognize this weather. It belongs to Polonius. Yes, I saw him very injured. He will be fine. He has the pink water. That can fix everything. Yes, that's true. Well, what do we with the feather? Go visit the old Lucas Mechanical Joe. My wand will be there. I have to finish my rabbit science. I think I have the answer. Oh, okay, sir. I'll bring back your wand. Dus dan gaan we nu lekker naar die machine toe waar ik de vorige aflevering een beetje mee aan het kutten was. Want blijkbaar kon je deze... Kijk, zie je, dit ding was er de vorige keer niet in. Want blijkbaar moet je eerst die puzzel doen met de schoenen en dan pas verschijnt dit. Wat een klein beetje bullshit is. Maar vervolgens heb je nu een beetje deze puzzel waar ik dus de hele vorige aflevering mee zat te kutten. Of gewoon een deel van de vorige aflevering. En wat je dus moet doen is zeg maar op een bepaalde manier zorgen... Dat, ja, kijk, de staf in de juiste hand wordt weggegeven. Bijvoorbeeld heb je hem hier. Zo. Pak hem weer hier over. Dit is niet zo'n heel moeilijke puzzel. Dit is een van de makkelijkere puzzels die we hebben gedaan. Laat maar. Oké, volgens mij doe ik iets verkeerd. Oh nee, wacht, ik heb hem wel. Ik was gewoon aan het kutten, dat is gewoon mijn ding. Oké, dus we hebben nu zo'n speciale wand. De philosopher's wand.
De philosopher. Nee, ik wilde zeggen die Elder Wand. Alleen toen dacht ik opeens aan de philosopher stone. Dat is heel de beeld van je, Matt. What the fuck doe je? In ieder geval, we hebben nu dit mooie dingetje. Hey, wizard guy. Ik heb je ding. Alsjeblieft. Deze aflevering wordt een lange aflevering. Tenminste, ik ga hem heel erg lang opnemen. En dan ga ik erin knippen. Zodat jullie een ietsjes kortere aflevering hebben. En zodat we veel progressie maken. Want ik wil deze serie wel zo langzamerhand afsluiten. Want hij heeft lang genoeg stilgezeten. Here's your wand, sir, wizard. No, magnificent, splendid. You did it. Really? But where are the stones? Can I borrow them? I can't lend you the stones. These stones are very, very special. What I can do is place the stones on the locks of the door. But you are the only one who can turn the key and actually open the door. Oh, I see. The king told me he would show me where the door is. Ah, then we should go talk with him, don't you think? Wait, I suspect that you can't return home looking like a tree. Oh, I almost forgot. Yes, you're right. Can you bring me back, bring my human body back? Yes, I can. This is exciting. I haven't done this in hundreds of years. Oké, dan voel ik me niet echt veilig bij deze gast. Als ik dit al 100 jaar niet heb gedaan, hoe weten we dat dit goed gaat? Nee, we gaan het zien. Hij weet niet eens hoe je een konijn uit een tovenaarshoed moet toveren. What the fuck, waarom vertrouw ik hem met mijn lichaam? Let's make a human, yes? Give me your clothing. I need to smell... Oké, stranger danger. Stranger danger. Here, sir, my clothing. The smell... Yes, this can work. We will make a human. Oh, this is so exciting. Good. Now go to the center of the star of Ephirsta. Okay, ik ben heel erg benieuwd wat dit allemaal gaat worden. And think about your body, your head, your leg, and the other leg. And your arm, both of them. Now, concentrate. Hoe zit het met mijn torso en mijn edele delen? Moet ik daar niet aan denken? Wow. Randomly selected elements. Find your path to your true essence. Become Fran, the human. No. What the fuck? That is fucking crazy. Okay. Okay. Is goed. Oh. Are you alright? What the fuck kind of drugs did you give me, man? I like him. What happened? Is it done? Oh wow, thank you so much, sir. You really are a great wizard. Yes, that's my name. Great wizard. Because of the greatness. I think we have to go to the king now, so he can show me the door. Yes, I'll be right there. I have to finish something. I'll be there. Go on. Ga je gewoon weer met die fucking... met die fucking... Oké. Hé, wat laat me. We gaan gewoon lekker naar de koning toe. Helemaal geweldig, joh. De verkeerde kant. Een soort van hybrid tussen een boom en een mens. Dat is gewoon creepy. Dit laat zien dat dendrofielen geen goed ding zijn voor onze maatschappij. Voor de mensen die niet weten wat een dendrofiel is. Een dendrofiel is iemand die houdt van bo... Okay! Fuck this shit, I'm out. Everything's fine. It feels like heaven. What are you? Leave Mr. Midnight alone. Is your head playing with you again? Can't you see yourself in the mirror? I'm not you! I'm not! Let Mr. Midnight go now! Ja, maar hij is hier zo. Hij staat hier. Dat is duidelijk niet Mr. Midnight. We kill the traitors, because that's what he is, friend. Don't you see? My kitty is not a traitor. He promised me to be by my side. He promised! As your mommy and daddy did, who promised to take good care of you. Wake up, friend. You're surrounded by traitors. Leave me alone! Leave my friend alone! I'm the only one you have, friend. I'm the one who's always by your side. Now,
Let's get rid of this traitor, eh? What do you say? Let's be happy. Let's be very, very happy together. Ja, dat is bloed. Dat is bloed. Go away! Go away! It wasn't me! Ah, daar is die gast weer. Wat was ook weer zijn stem? Friend, run, run! Why are you crying? I'm crazy, sir. I'm totally crazy. The doctors were right. But you're not crazy. I'm very sorry you feel that way. You should be happy now. You found the stones and become human again. That's very great. That's a very great... What the fuck's wrong with me? That's very great indeed. My dear, let me wipe those tears. I don't want to hurt you, my dear. And I feel like I'm about to do it at any moment. You won't. I know that. Because you love me. Yes, Kitty. I do love you very much. Friend, remember what I told you. If you love, you're alive. And that is the only thing that matters. You will always find the power to fight those monsters in you. Now, let's go and open the gate so you can go home. Yes, yes, let's do it. Ah, okay, daar gaan we dan. Gewoon deze motherfucker volgen dan. Hoe de fuck ben je geteleporteerd? Je was achter mij. Oh, het is gewoon hier. Here we are. Yes, but where's the door? Oh, right. I have to make it visible. But are you sure you want to go back? I'm sure, sir. Sure. What the fuck? Alright, here we go. The human must leave. Open the secret door to her reality. Let the human return home. Ta-da. Oh, wow. We're going home, Kitty. And that is the great wizard. You are the king. A good day to you. I brought the stones, so this lovely creature can go home. Thank you, sir. I'm very nervous. It would be strange to be far away from you all. Then don't leave. I can make you a place to stay. A very magical place. Wizard, she has to leave. I received a message from one of the Vlokkas. Hey, ben er weer. Sorry voor de kleine onderbreking, maar ik moest hier, zo, je kan het horen hier, kijk. Ik moest een kopje thee ophalen wat beneden stond. Want thee is lekker. En nu gaan we verder met dit magische verhaal. She is not ready. Oh, I see. What are you talking about? Ready for what? Come on, wizard. Place the stones. We have no time to lose. But ready for what? You know, what the vlog has told you about facing your truth. Ah, yes, I think I remember. Well, should I? Yes, go ahead, wizard, sir, wizard, man, person. Magical stones create a lock that only the human can break. Wabaloobadoobadee! Dat zijn de Infinity Stones. Well, now it's time for friend to be the key. You are the only one who can open this now. Oh, well, alright. Let's see. Nou, gaan we even doen. Oh, het is een puzzle! How amazing! Oh, ik snap wat de fuck. Oh god. Oh, het is zo'n soort puzzel, hè? Oké, hoe gaan we dit doen? Oké, ik snap hem al. Oké, ik heb hem. En dan nou zo. Oké, dat was niet zo moeilijk. Dat was niet zo moeilijk. We hebben een mooi sterretje gemaakt. Daar moet op gezopen worden. Hey. Ah. I smell victory again. You did it, friend. You can go home now. I'm so excited.
Oh, I wish I could leave you something so you can remember me. We won't forget you. You are a very special creature. Oh, I almost forgot. Belantris gave me this for you. Ooh, nice and kissy. Oh, thank you. Tell Belantris I wish I could help him with his wounds. I gave him my aid patches to a girl in the hospital. But anyway... I'll tell him. No, don't worry. Belantris is better now. Ro, before you go, you must know. Before you return to your reality, you will go through a secret woods. The secret woods are kind of invisible passage between our realities. And you may encounter terrible creatures that want to eat you. Dat vertel je nu. Dat vertel je nu voordat ik naar huis ga na al deze moeite. Waarom zouden we nog naar huis gaan? Alles is kut thuis. We worden als een gek behandeld. Fucking mensen willen ons openstaan. We worden achterna gezeten door een van de geitenmannenfucker. En hier zijn een stel aardige gasten die super blij zijn met ons. Die zeggen van oh blijf wel. En dan gaan we weg naar een geheim woud waar gasten ons willen opeten. Dat is geen handig idee, maar je weet hoe Fran is. Fran gaat gewoon lekker verder. But just run. You're quite slow. And you're telling me this now? Ja, dat zeg ik ook, friend. That sounds very scary. Don't worry. You'll do fine. I hope so. Well, Mr. Midnight, say goodbye. Let's go now. Goodbye, gentlemen. I had a great time. I like you very much. Goodbye. En daar gaan we. Lekker gezellig op avontuur. Kom op, ga mee. Kal je vriendjes, we gaan op reis op avontuur. Oeh, wat is deze shizzle? Oh ja, dat is inderdaad een boom, ja. Een boommonster. Ah! Oh. En spring! En spring! Oké. Je moet wel op het allerlaatste moment springen, lijkt het wel. Ik hoop dat het een soort van checkpoint is, want ik heb geen zin om dit elke keer... Gos, kleren! Spring! Fuck! Ik ben al heel ver in dit hele level, dus ik wil niet doodgaan. Dat lijkt me niet fijn. Oké, hey, laat ons gewoon. Oké. En ik heb een prestatie ontgrendeld. A troll run. Oké, nice. Dus, chapter 4, part 1. My imaginary friend. Oeh, imaginary friend. Ik had vroeger een denkbeeldige vriend. Hij heette Danny. En hij hield van trampolines. Dat is legit een ding uit mijn jeugd. Oké, wat de fuck gebeurt hier? Oké. My goodness, the door opens. Wow, interesting. Come on, Mr. Midnight. Let's find out where we are. En dan verdwijnt dat ding natuurlijk. Oké, gezellig. Oh, Fran, I hope we can find home soon. I'm starving. Dude, je was net in een wereld vol vriendelijke motherfuckers die waarschijnlijk overal eten voor je hadden. Je had gewoon heel makkelijk kunnen zeggen van, hey, mag ik wat eten? En hadden ze het je gegeven. Je kan zelfs, de economie in die fucking wereld is ook helemaal verneukt, want je kan met een fucking bordspelletje al het geld van de wereld verdienen. Je had makkelijk wat te eten kunnen scoren en dan ga je nu zeiken tegen mij dat je fucking eten wil. Je bent echt een fucking debiel. Mr. Midnight, look, I think we are at the other side of the bridge. Do you remember? The one we tried to cross before we fell into a first. Oh yes, I remember. Great, let's keep on going, kitty. We have to be careful now. Nou, ik zie al als is dit. Are these my pills? Wow, but where are they going? Oké, iemand probeert ons te lokken met die pillen, dus ik neem aan... Oh, home? Nou, dat is handig, daar moeten we naartoe. Pills don't move again, oh no. Ik weet niet of we die pillen echt nodig hebben, maar hey, als we pillen... Oh god, dat is niet de bedoeling. Oh no, I shouldn't have touched the pills. Bad friend, bad, bad, bad. Dit is wat je krijgt als je verslaafd bent aan drugs, kinderen. Je belandt in een val en je wordt waarschijnlijk opgegeten. Maar waarschijnlijk hebben... Ja hoor, we hebben hier nog gewoon een mes. Dat kunnen we nog gewoon gebruiken, oké. Dacht ik al.
Oké, deze... Ik bedoel, ik ben best wel een fan van de artstijl van deze game. Alleen in dit shot lijkt het echt alsof Fran een of andere snorretje heeft. En Mr. Midnight ziet er gewoon niet goed uit. Voor de rest ziet alles in deze game er ook prima uit. Maar dit ziet er gewoon niet uit. Sorry, makers van deze game. Ik hou van jullie. Want jullie maken deze game... Oh, het is... Het is Sans! Zal ik hem gewoon... Ook daadwerkelijk het stemmetje van Sans proberen te geven. Zo van... Weet je wel? Fran, you're already here. Well, I wasn't expecting you until 2:45. And as I see it, you are not trapped anymore. Interesting. Anyway, let me introduce myself. I am Itward. Oh, dat is die ene motherfucker van Inversta. Dat verklaart dat ene rare poppetje van in die ene puzzel. Je weet wel, die ene puzzel. Als je dat niet meer weet, ga alle andere afleveringen kijken. Ik ga niet voor je editen om het erin te stoppen, weet ik wat. I am Itward, your faithful friend. Nou, ik blijf gewoon Sans noemen. Sans? Do I know you from somewhere? You seem familiar. Yes. I am the creature of the night. We've been playing together. Stranger Danger returns once again. I helped you to get Mr. Midnight back, you see. Really, huh? I think I managed quite well to find my kitty on my own. Hey, aren't you the one that made the sisters mad? No, it wasn't me making the sisters mad. They believed it was me. You see, but that's because they never looked into themselves. What do you mean by they never looked into themselves? They blamed me instead of facing the fact that their parents never loved them. But let's stop talking about the sister, shall we? Don't you recognize me, dear friend? The long man with the top hat. I always came by night, told you stories when you were just a little baby. I came to you after you imagined me. Oh, hij is de imaginary friend. Deze stem is trouwens echt verschrikkelijk voor mijn keel. Ik weet niet of dit de beste idee was. Oh, kut. Ah, kut. Thee is overal. Ik moest lachen toen ik een slok wilde nemen. Oh god, dit is niet goed. Dit is verschrikkelijk. But I'm not imaginary, you see. I am part of your reality. Did I imagine you? You look quite familiar, yes. I can't deny that. I exist because you exist. The truth is that you were able to imagine me because I already existed. Anyway, we don't have time to talk about this right now. Actually, I am here to take you home. Follow me. Take me home? To the place! Abby! I can't let you do that. I don't know you. No, it won't hurt you. I am not made out of darkness. I am your friend. Alright, you seem nice. I'll go with you, but I won't trust you yet. That's fine. Now come. I have something to show you. Wow, hij is een lange motherfucker. Oh, en hij valt ze wat. Oké, let's go. We gaan gewoon achter die gast staan. Lijkt me een goed idee. Vertrouw de grote skeleton guy die we nooit eerder hebben gezien en zegt dat hij onze imaginary friend is. Behold, the sense flying machine. What do you think? I love it. We will fly in as soon as I fix the details. Besides, it is not 2:35 yet. That sounds great, but what is it about 2:35, sir? I don't understand. It is when time becomes slower that it gives us a chance to change the enter of ultra reality.
Inside the ultra reality, we can travel wherever we want to go. Right now we are standing on the endless limits of the second reality. But you are a part of the third reality, do you understand? Yes, I do understand. It sounds insane! But sir, should I just wait until you are done fixing the machine? Wait, of course not. You can help by getting water and fire berries, alright? Alright, it's better to do something than nothing at all, I guess. Great. Here is my amazing handmade bucket for water. I made it myself. Die stem begint echt heel irritant te worden. And the fireberries. You realize which berries to pick because of the fire. Ik kan dat echt niet meer doen. Ik hoop dat deze motherfucker snel naar binnen gaat. Alright, sir, but can I just ask, why do you need the berries in the water? Ik stop even met die stem, het spijt me. Oh well, the berries are incredibly good fuel. They last many, many hours. And the water is to get rid of the dirt. The Kamalas. The Kamalas? Oh, I see. I hope they don't come around flying the machine. We never know, but we do know that they don't like water, yes? Oh, darling, I almost forgot your medicine. You need it. Some things are still invisible to your eyes, you see. Here. Okay, deze gasten willen me drogeren, het is duidelijk. Invisible to my eyes? I see. Well, thank you. I was trying to catch the pills earlier, but the trap caught me first. Oh, yeah, sorry about that. I'm sorry. I needed to get your attention somehow. It's okay, sir. I defeated the trap like in a second. Anyway, I'll go get the fireberries into water. I'll be right back. Great. I'll be preparing the machine. Ik heb hem echt een verschrikkelijke stem gegeven. Okay. Ik neem aan dat dit de fireberries zijn, want ze zien er fiery uit. Of niet? Er zijn overal berries trouwens. Ik moet er dus eentje pakken die in de fik staan. Misschien deze, of niet? Delicious. Misschien laten we... Mijn pillen, natuurlijk. Als je niet weet wat je moet doen, dan zijn pillen je beste vriend. En ja, dat zijn duidelijk de fireberries. Oh, the berries are on fire. It has to be the fireberries. Okay, hoe krijg ik ze? Dat is het de vraag. Get out! You're trespassing on my territory! Excuse me, I thought you were dead. How dare can you possibly think that? You have no manners, young lady. I'm very sorry, but you seem all rotten and bloody. Me? Rotten and bloody? I think you're misunderstanding the situation. Why do you say that, Mr. Moose? Mr. Moose, I'm not a moose. I'm a deal worm. Excuse me, a deadly worm? No, not a deadly worm. A deadly worm. Don't go around killing creatures. I just give back the soil with what creatures took from it and don't need it anymore. Oh, but I only see a talking moose. Where are you? Oh, it is inderdaad the dood. Down here, creature. Can't you see me? Oh, there you are. You're so tiny. Hello, my name's Fran. Hello, Fran. Can I ask you why did you touch the moose in the first place? Normally, all these scavengers would touch dead animals, you see. Are you one? Of course not. I was trying to see if I could climb on it to reach the fireberries. I see. I think it's possible. The moose is still very sturdy and solid. But the fireberries on fire. You can hurt yourself. Yes, I see the fire, but I have to take them somehow. Good luck with that. Climb on now. I'll keep working. Thank you, sir. Okay, dan mogen we even lekker gaan klimmen. Gaat hij daadwerkelijk werken of gaan we vallen? We gaan sowieso vallen. Okay, we gaan weer pakken. I can take the fireberry still on fire. I'll cut the bear butter on fire. Okay, wacht. Ik heb een idee. Wacht even. We gaan eerst het water pakken. Dan gebruik ik het water om die fireberries uit te maken. Dan pakken we de fireberries en dan pakken we nieuw water. En dan gaan we naar de motherfucker toe. En hier is weer zo'n ding van een van de andere afleveringen. Kijk, staat. Zijn deze motherfuckers. Hello, are you those shiny insects that get stuck in a tree because of curiosity?
Had ik ze nou een speciale stem gegeven? We usually get stuck, yes. How do you know this? You are not one of us. I met some of your kind before. I helped them to get free from curiosity. Ah, that's very nice of you. Curiosity can lead us to unexpected situations. Yes, I think curiosity is a good thing, but are you stuck? Not at all. We're just trying to make our hair the longest hair ever. Wow, that sounds amazing. Good luck. I have to go now. Bye. Okay, is dit water toevallig? Nee, dit is gewoon... Oh, dit is water. Okay, dus dat doen we gewoon zo. Oh no, I can't reach the water from here. Kan ik misschien wat van... dit haar gebruiken om dat te doen? I need help, please. Would you allow me to tie this bucket to your beautiful hair? Tie a bucket to our hair? Why? That sounds insane! It's not insane at all. I need water from under the cliff, but I can't reach it. I need to use your beautiful long hair as a rope. Please help me. All right, we'll help you. Tie the bucket real tight. Oh, thank you. You are very nice. Fill up the whole bucket, please. Oké, dan kijk eens aan. Nou, dat is inderdaad heel lang haar. Ja. Ja, dat is lang haar. Ja. Oké, komt het nog terug of moet ik gewoon... Oké, ik moet klikken. Nice. The bucket is full of water now. Thank you, shiny insects. I have to go now. I have to go home. Home is somewhere. We all wish to belong. But does home belong somewhere? What? I'm sorry, I don't really understand that question. It was a rhetorical question. I just wanted to say that you are your own home. Welcome yourself inside. You will find many open doors to open. What the fuck did I say? Oh, that sounds mysterious and beautiful. I'll try to do that some other time. Bye. En dan hebben we nu wat water. Oké, dan weet ik nu wat we nu gaan doen. Dan gaan we hier ze opklimmen. Dan pakken we de fireberries. Dan doen we ze lekker... Nee, ik ben het. Kan ik weer klimmen alsjeblieft? Please, ik wil even snel. Please klimmen. Raar insect ding. Oké, dan pakken we nu wat water. En dan doen we ze lekker uitmaken. The fire is gone. I can take the berries now. Nou, dan doen we de berries zo snijden. Zorg dat je niet doodgaat. En dan hebben we alles wat we nodig hebben. Nice. Dan gaan we terug naar Sans. En dan zijn we helemaal klaar om te vertrekken. What the fuck is deze shit? Sir, I brought the fireberries. But they're not on fire anymore. Magnificent. They will do just fine. Thank you very much, my darling. En dan heb ik hier wat water. Sir Sans, here's the bucket full of water. I got help from the shiny insects. Trouwens, voor alle mensen. Toen ik deze serie startte, toen noemde ik dit personage al Sans. Maar dat was voordat ik, zeg maar, Undertale had gespeeld. En ik kende Sans alleen maar van de memes en van wat vond ik van Undertale had gezien. In de tussentijd heb ik gewoon Undertale daadwerkelijk op de Nintendo Switch fysiek geïmporteerd uit Japan. Helemaal doorgespeeld in het Engels, natuurlijk. Want dat ding zet automatisch om in het Engels. Ik moet zeggen, was fucking grappig. Was echt heel grappig. You mean the Lucy ferns? They are nice, yes, but only when you see them in this reality. They're very dangerous if you see them in the fifth reality. They can burn you. Whoa, burn me? Well, I haven't been into the fifth reality yet. I don't recommend it. What's reasonable there may be the worst you ever experience. Oh, I forgot. Thank you for the water. Thank you, friend. Ah, friend, it's 2:34. The journey will begin. Let's go inside the machine. Oké, ik ben benieuwd. Gaan we lekker, joh. Oké, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe de fuck dit ding gaat vliegen. Is dit Star Wars shit of zoiets? Of gaat dat vogeltje gewoon... Oh, nee, het vliegt, zeker weten. Gaan we nog een minigame doen? Please? Nee, oké. It's 2:46. We have great possibility of reaching the target in good condition. We'll soon be on our way to the third reality. Are you excited, friend? Maybe I would be excited if I could understand more about the realities. You'll soon understand. The answers are not easy to recognize. Huh? That sounds strange to me, sir.
Time goes as it has to, in order for you to be alive. Dan gaat hij lekker trappen. Okay dan. If it all happened now, you probably explode. Are you telling me that the answers I'm looking for will come to me when they want? Not exactly. You know what? I'd rather say, through time, you have to explore and experience to understand. This means the answers will come when you find them. Not when others tell you or where to find them. Ah, I see. Well, I'm excited now. You woke up my curiousness. That's the best thing you can do for yourself. Be curious, and you should always be amazed. But now, friend, we have to get things done. Talking won't take you home. What things, sir? The machine needs some maintenance, and I think you would do incredible work. Here are the fireberries and the water you gathered before. Oh, dus we krijgen ze gewoon weer terug. Okay, nice. You'll need them to get the water pump working again and the fuel mixed. You'll find all the information you need when you enter the room on the left. But feel free to enter any room you wish. Okay, dus dat is de room on the left. Okay. I'll be quite busy fixing the automatic driver. But if you have something to ask, I'll be here. But I've never done anything like this before. That makes it more exciting. Have fun, my darling. Alright, I'll go now. Okay, dan ben ik nu wel benieuwd wat deze pillen doen in deze kamer. Dat is een clown. Ja, okay, ik vertrouw hem niet meer. Ik vertrouw die motherfucker niet meer. Mr. Sense. Ja, nee, he is completely out of it. Okay, laten we lekker gaan. Maybe I should push the button to open the door. Oh, deze knop. Ik dacht al, hè, welke knop. Okay, let's go. Dit is the future. Oh! Dit is die motherfucker. Okay, gezellig. Maar wat moeten we doen? Dat is een klein beetje de vraag. Okay, reality view. Unreality view. Chemical mixture. Micro. And the fireberries. Little supercharged engines. AFM. We moeten AFM krijgen. Blijkbaar werkt dat ook. Dus we kunnen gewoon deze dingen nu erin vullen of zo. Nee? Ik snap hier echt geen flikker van. Even kijken hoor. Ten eerste moeten we eventjes een vuurtje maken. Dus ik neem aan dat als je de fireberries hierin stopt dat... Nee? Okay. Wat doet dit? Ze moeten in ieder geval zo staan volgens dit plaatje. Wacht. Hier kan dit ding? Nee, of niet? Dit? Oh, okay. Dat doet iets. We hebben tape nodig. Okay, we moeten even tape vinden, lijkt erop. Okay, dus ik heb nu deze dingen. Dus deze dingen kunnen waarschijnlijk... Ik bedoel, ik heb die foto hier. Deze dingen kunnen waarschijnlijk hierin ergens. Die kan ik... Ah, kijk, zie je? Die kan hierin. Dan vervolgens kan... Deze kan... Hierin? Nee, kan deze dan hierin? Okay. Oh, what the fuck? Het zijn meiden weer. What the fuck doen jullie hier? Zijn jullie hier om Edward te vermoorden? Okay, we hebben nu een sleuteltje. Dat is handig. Nou ja, positief ding. Je bent misschien dood. Maar je bent gescheiden van elkaar. Dat wilden jullie toch? Okay, wacht. Ik kan dit ding gebruiken. Ah, hier is de sleutel. Okay. Dus we kunnen een klein filmpje kijken. Okay, ik hou van bioscoop. In a world made of darkness and light. Two little sisters tried to steal each other's charm. But none of the sides could decide. With what they were, it was just right. Mia was angry, and Clara was sad.
And this was because they both were mad. Oh, insane little girls. Inside of their minds. Sense the creature of the night. He came always around in dreams or reality. Teaching the girls a splendor of duality, but they couldn't understand. Sense was a friend. And Sense was the link between darkness and light. He was gay. He was gray. Ik las alles. He was gay. But Clara Mia one day decided to get rid of Sense once and for all. Ik las het als Sense was gay. Okay, die, creature of the night. Die, they said. But they killed each other instead. Death and gone. The sisters kept complaining about each other. It's all your fault, Clara. It's all your fault, Mia. Then Sense came to visit for the last time. And he said, "You are both trapped in the world of disconnections. But I'll give you a chance. The world has been mean to you. They sewed up your bodies together to prove that they could. They gave you a mirror to compare yourselves. I'll give you nothing but what you already have. And just one tiny little chance to understand the purpose of life." Dit gaat diep. "But the clock is ticking. You have until the day a black cat goes missing and the well's magic door is unlocked." The end. Okay, prachtig verhaal. Het mooiste deel was dat Sense gay is. Dat was het mooiste deel. Okay, krijgen we daadwerkelijk nog iets van of zo? Nee, oké, dat is gewoon weer hetzelfde. Dit was gewoon een beetje backstory, oké, dat hielp ons niet echt, maar het was wel interessant. Oh, wacht. Tape. Kijk. En tape gebruik je met dingen die kapot zijn. En raad eens wat kapot is, kijker. Nou, deze motherfucker, kijk, ik ben slim. Ik kan dingen. Op zich, oké, dit werkt nu. Dus wat doet dit? Oh, what the fuck? Oh! press start. Get ready. Oké, ik ben benieuwd. Oh, dit is cool. dit is gewoon een kleine minigame van Space Invader. Alleen dan heel anders. Maar oké, ik keur dit goed. Hier is geen copyright issue waarschijnlijk mee. This is game of the year, right here. Right fucking here, mate. Oh, wacht. Ik heb nu dit ding. En dat lijkt op de groene kabel van die kaart die ik heb. Een klein probleem, want hier is nog iets wat moet. In deze dingen. Dus dan moet ik die alleen nog vinden, anders gaat het niet werken. Oh, kijk nou wat. Hij is gewoon hier, joh. Wacht. Volgens dat kaartje zijn de Fireberries de AFM. Ja, oké, dus hier moet de AFM in zitten. Dan gaat hier de N166 in. Dan moeten die dingen zo staan. Wat doe je even inside little bottle? Nou, een paar Fireberries duidelijk. Het zei ook nog iets over in Ultra Reality kijken. Maar wat dan? Wat dan? Help! Nee, maar serieus, wat de fuck moet ik doen? Oké, de Fireberries die zijn in ieder geval, zitten in ieder geval daarin. Dus dan moeten deze A18... Oh, ik... Ik ben fucking debiel. Ik kan gewoon ze oppakken en ze... Oké, dus dat betekent dat 2PF die moet hierin. Zo.
En dan R15. Die gaat hierin. En dat doet hij op mijn wees. Goed gedaan, Matt. Je bent een geniale wetenschapper. Oké, okay, dus dat werkt in ieder geval. En dan moeten we dit nog zien te fixen. Hé, hey, ik zie alleen dit gedeelte. Nee, we gaan nog één keer iets proberen. Use this of this. I can't turn on the fire. There's no gas. Matt, misschien moet je een keertje luisteren naar wat de fuck ze allemaal zegt. I can't turn off the, on the fire, want there is no gas. Oké, okay, nu misschien. Can't turn on the fire, want there is no gas. Can't turn off the fire, because there is no gas. Hey, kijk, nou werkt die. Kijk, weet je, ik kan op zich wel dingen. Als ik me er echt voor inzet. Daar is die hoor, die rare motherfucker. Friend, you finally managed to fix the automatic driver. Do you need help? Oh, I finally managed to fix the automatic driver. I'm sorry, I'm mentally ill. I think I managed myself quite well too. I did all you asked me for. Very well, friend. Everything seems to be working perfectly. Yes, everything looks absolutely great. What should we do now, sir? Well, I wanted to ask you if you are afraid of rabbits. There's a little rabbit in one of the rooms, and I'm deeply afraid of it. Would you like to help me get rid of it, please? A rabbit? I guess that depends on the rabbit, sir. With all things I've seen, I can't imagine just one kind of rabbit. Is it a chocolate rabbit? Oh, what with horns and killer eyes? Dat ging van 0 to 100 real quick, friend. You have to see it for yourself. It has a pink nose and blue boots. It's just sitting there, not blinking, no movement, staring all the time. It does sound very scary, sir, but show me, otherwise I will never know. Brave you are, friend. Follow me. Oké, dus het ironische grote skeletman is gewoon bang voor een klein konijntje. Dat is fantastisch. Oké, dus we gaan hier naartoe. Prima, helemaal goed. Gaan we lekker kijken. Waar is die? There, do you see? It's just sitting there. Isn't that a strange behavior? From what I see, it's just a toy, sir. It won't move. Would you... Please try to make contact with it. I don't dare to touch it. Alright, sir. I'll take the rabbit and show you there's nothing to be afraid of. Er gaat sowieso iets fout of niet, dat ding gaat me opeten of wat. Sowieso. See? It's just a fluffy rabbit. Nothing to be afraid of. Oh, you're right, friend. There's nothing to be afraid of. Motherfucker! Ik wist het! Sans is een fucking leugenaar! Hij steelt gewoon mijn fucking kat! Mijn poesje! Je moet niet aan 11-jarige kinderen een poesje zitten! Dat is geen goed idee, Sans! What? Don't go! Mr. Midnight, this is not funny! Oké, dus we zitten vast. Dit is niet goed. We hebben tenminste een wortel. Misschien dat dit ding wel kan praten. Misschien als ik dit ding een wortel geef? Nee, natuurlijk niet. Even kijken, dus we moeten duidelijk gaan ontsnappen nu. Maar dat gaat niet werken. Even kijken, one is one Ina. Dat is die shizzle die we zagen van de fucking vorige aflevering met die andere letters. Of heb ik dat verkeerd? Maakt niet uit. In ieder geval, mag ik die top hat? Dat lijkt me best wel chill. Oh, wacht hier. 1, 2, 5, 3. Waar de fuck is 4? Oh, 4. Oké, 1, 2, 3, 4, 5. Wat moet ik doen? Ja, oké, dit zijn de letters van E-First, maar wat moet ik doen? Dat is de grote vraag. Oké, dan krijg ik opeens een batterij. Dat kan. Ik weet niet wat ik moet doen met de batterij. Misschien kan ik die in de dingen gooien. Misschien gaat die dan lopen. Kan dat? Is dat een ding? It won't work. Oké. Of dat dit ding misschien batterijen nodig hebt? Ja, kijk, sowieso. Even kijken hoor. Nee, ik moet het ding openschroeven. Oh! Als je het hebt over de duivel. Oké, dan. Dan gaan we dit ding even openschroeven. En dan moeten we snel zijn. Want ik denk dat die It Word Sense motherfucker hele rare dingen aan het doen is. Met mijn fucking kat. En ik ben er geen fan van.
Ik bedoel, zoals ik al zei, aan mensen en katten zitten is gewoon niet nice, gast. Behalve als je ze wil aaien. Je mag voor mij altijd 12-jarige meisjes en poesjes. Oké, ik hou op. Oké, nou, splendid. Inderdaad, friendes. Heb ze een keertje, batterijtje, dan werkt dit ook. Elkie dokie, dan drukken we eventjes op knoppie. Oh, dat werkt niet. Dat moeten we niet hebben. Oh, krijg nou wat. Oké, dat doen we. Oké. Dat is een heel onhandige manier om een elevator te doen. En dit is opeens een Titanic geworden. Dit is niet het einde van de film die ik me kan herinneren. Maar oké, we gaan lekker met te praten. Heb ik mijn pillen? Ik heb mijn pillen trouwens niet aan. Hoe de fuck zie ik dit? Are you? Oh, en ja, ze zijn dood. Oh, dat is handig. Kan het uit? Misschien? Oh god, de waterrekening die gaat heel erg omhoog. Dan maar dit ding open proberen te krijgen. This is locked. Het doet helemaal niks. Het doet helemaal niks. Oké, wacht, misschien is dit gewoon net zoals een kluis. Oké, omdat ik een luie zak ben en ik hier te lang mee zit te kutten, heb ik even de code opgezocht. Oké, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volgens mij doet... Yay! Ik heb het gedaan! Hoe de fuck moest je dat weten? Ik heb geen idee, want ik hoorde geen geluid dat je... Hoe heet het? Moest weten dat alles, hoe heet het, zo moest werken. Weet ik het wel. Deze game heeft rare puzzels. Licht maar aandoen, denk ik dan. Oh! Surprise, friend! Happy birthday! Oké, dus hij is geen gemene slechterik die mijn kat wil vermoorden. Oké, dat is altijd handig. A birthday party? Well, I thought you wanted to kill Mr. Midnight. You lied to me. We lied to you in order to keep your attention in another direction. Hey, I'm very sorry I had to fool you, my friend. We wanted to surprise you, my dear friend. Come and eat cake. That's lekker gezellig. All right, thank you, kitty. You really surprised me. Thank you, Sansir. Ah, lekker stuk taart. Dat verdienen we wel na al deze chaos die we hebben doorgemaakt. En ik verdien een lekker slokje Sasuke water, want al deze stemmen doen voor een uur is niet leuk. Sasuke water, beste water. Ik ben niet gesponsord. Zou moeten, want dan verdien ik YouTube money. This cake is made of all ingredients you like. Mr. Midnight told me which ones. And we have something very special for you. From all the members of the ship. That means all of us, naturally born or handmade beings. Here you go. I hope you find it educational. Het is een ding. Ik weet niet. Can I open it now, please? Yes, go ahead. Open it. Oké, dan gaan we even kijken. Use. Nou. Het is een speelgoedkat voor wanneer mijn echte kat dood is. Dat is geweldig. Wow, a cat though. Oh, look at it. Thank you very much. I love it. It's beautiful. What about me, friend? Don't you love me anymore? It may give your eyes a new perception, you know? Like ultra reality. Is that what happens when I take the red pill, sir? Is that ultra reality what I see? Well, it depends. Would you like some explanations? Ja, natuurlijk, ga maar. Kom vast uit. Look, what you've seen is a mixture of different realities. The ultra reality is like a visible room where everything exists at the same time. For example, at this exact coordinate of time and space, we are having a birthday party. But in the ultra reality, other things are happening all the time. Slower, faster, or just invisible to the human eye. It's because of time. Units can define past, present, and future. Defining things encapsulates reality. It gives humans a chance to understand their environment. You have a different pers. Daar gaat mijn telefoon, spijt me. Ik moet allemaal dingen voor school regelen.
You have a different perception of the environment. It's not linked to definitions. Do you understand what I say? I'm not so sure. I'm not so sure. What the fuck is this, mate? I'm not sure, sir. I'm not sure, sir. I think maybe I feel a bit dizzy. That may be the ship going up and down. Blow out the blow on the candles now, dearie. We are about to reach our destination. You mean we're about to get home? Did you hear that, kitty? Yes, we are about to arrive. Really? Wow, how exciting. Alright, here I go. Daar gaat het licht, opeens. Oh, shit. Oh, no. No, no, no. Er is blijkbaar iets mis. Ik ben geen expert op dingen die goed gaan, maar dit gaat niet goed. Alright, I'm alright. But I hope the ship won't break. It sounds dangerous. Friend, you have to help. I have to drive the machine again. The automatic driver was destroyed by the Kamalos. There is one left alive. You have to get rid of it. Find it fast. How do I do that, sir? Water. That cleans the dirt. Hurry up now. Remember, it may be hiding from your eyes. Oh my goodness, kitty. I'm scared. Me too, friend. We have to find the Kamala. I really hope the water destroys it. Let's go. Oké, dus we moeten duidelijk die pillen nemen om even te kijken waar die Kamala is. Daar is een motherfucker. Oké, nou, ik heb water, jij fool. It would work if I had water inside the... Oh, ik zie nu waarom Edward niet blij was met dat konijntje en de blauwe schoenen. Oké, fair enough, Edward. Ik snap je struggles, man. Ja, ik weet niet. Ik ben al heel erg lang aan het opnemen en ik moet deze hele video nog editen. Dus ik weet niet wanneer ik deze video wil afsluiten, maar we gaan gewoon lekker door. Hey, want ik heb plezier. En we vermoorden die Kamalen gewoon lekker gezellig. Yay. Ik weet niet wat de fuck hij aan doet. Oké, hij gaat naar boven, dat kan. Where are you going? Nou, waarschijnlijk een plek waar hij niet wordt aangevallen. En het zonnetje schijnt recht in mijn gezicht. En ik hou niet van de zon. Ik ben een gamer. Gamers haten de zon. Je staat echt prachtig op de juiste plek. Gaat hij weer dood? Oké, nee, hij gaat nog niet dood. Gaat nu dood? Nee, oké, ik kan blijkbaar niet richten. Het is vast een first-person shooter net. Voor een heel erg gemene gast met scherpe tanden... doe je me niet echt veel pijn. Je kan me gewoon makkelijk, binnen de tijd dat ik dit probeer te doen, kan je me makkelijk opeten of vermoorden of wat dan ook. Ik denk dat je dit veel makkelijker had kunnen overleven, Kamala. Maakt niet uit. Goeie oude Edward is in ieder geval hier. Sensor, we did it. The Kamala is gone. It's gone, yes, but it's too late, dear. I can't take you home. We are going down. No, please don't tell me this. It's not fair, not fair. Aww, zielig. I will always take care of you, my dear. Aww. Dat is minder. Plot twist, dit is gewoon het eind van de game. En dit is gaat de zon letterlijk net weg als ik alles heb gefixt, hè? What the fuck is deze shizzle? And the ship was going down until it crashed and everything was destroyed. Yes, I can see that shizzle. The end. Het is het einde. Geweldig. Oh. But that is a very sad... That's a very sad ending, Sense. Tell me another story. Alright, this is the story of friend Bo and me. What the fuck? When she promised never to forget me or about magic of everything. Hehe, I promise, Sense. I'll never forget you. And fast forward a tijdje later, toen vergaat hij je. Good, now it's time to sleep. Expect me in your dreams, my friend. Ja, oftewel, dit is gewoon backstory van, oh, friend, vergeet me. Chapter 4, part 2, Doctor's Prescription. Nice. Nou mensen, ik denk dat dit een goed punt is om deze video af te sluiten. We hebben heel chapter 4.1 afgesloten. Volgende aflevering gaan we verder. Ik heb meer dan een
ik heb echt een half uur zitten opnemen. En dan moet ik dit allemaal nog gaan editen naar veel minder dan dat. Dus dat komt helemaal goed. Als jij deze video hebt gezien, is dat allemaal gefixt. Maar in ieder geval, vond u deze video leuk? Geef dan like, abonneer ze ook al leuk zijn. Volgende aflevering gaan we verder met ons avontuur in Frenbo. Niet meer boom, want nou is ze natuurlijk een mens, maar in Frenbo. Zie je de volgende keer weer. Bye bye.